Dit is Langstraat TV. Uw regio in beeld en geluid. De vijfde mini 80 van de Langstraat. Vandaag wordt het dadelijk aan begonnen. Er doen er 1400 kinderen aan mee dit jaar. En wat het weer betreft is deze mini 80 al geslaagd. We gaan zo naar de start kijken en daarna verder op de route bij alle rustposten die de kinderen langs gaan, waar ze spelletjes gaan doen, waar ze wat gaan spelen, wat ze wat eten en drinken krijgen. En er is ook nog een speurtocht omdat het de vijfde editie is. Beginnen jongens, de Rabobank Mini 80 2016, de vijfde editie, dat is de feesteditie zullen we maar zeggen. Ja, die gaat zo meteen van start en daar zijn we natuurlijk heel erg trots op dat we dat dit jaar weer voor elkaar hebben gekregen. Voor jullie, maar voor onszelf niet minder, want wij worden daar altijd heel erg blij van. Er gaan bijna 1400 kinderen en begeleiding lopen vandaag, dus dat is gewoon super. Ik wil heel even de officiële opening nou zo snel mogelijk voor jullie voorbij hebben, want dan kunnen jullie van start. Waren jullie er klaar voor, groep goud? Aangezien de zon schijnt, drink goed vandaag en smeer je als het kan een keertje extra in en hopelijk hebben jullie dat al gedaan. Dat is wel heel belangrijk. Er is extra drinken te verkrijgen op de posten. Maak daar ook echt gebruik van. Goed. Om dit allemaal mogelijk te maken, hadden we een werkgroep in het leven geroepen. Daar hoor ik onder andere bij, maar hier is de rest. Ik wil natuurlijk een daverend applaus voor Anja, Rick, Naomi en Inge. En voor Helen. Yeah. Ja, het enige wat ik wil zeggen, dat ik alle lopertjes heel veel plezier wens vandaag bij deze bijzondere vijfde editie van de Mini 80. Ja, ook namens de Rabobank natuurlijk heel veel succes vandaag bij deze bijzondere editie. Je gaf net aan, we kunnen niks zonder sponsoren, maar volgens mij kun je helemaal niet zonder vrijwilligers. Dus ik zal even aftellen en dan wil ik eigenlijk zoveel mogelijk geluid van het hele plein. Niet alleen klappen, je mag ook stampen, schreeuwen, roepen, alles voor de vrijwilligers. 3, 2, 1... Nog één keer, zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1, succes! De groep wit. Die mag je hiervoor verzamelen.
stempelen, jongen. Moet ons mag aan je stempel zetten. Meneer de partychef, wat bent u allemaal doen hier? Ja, ik probeer hier stempels uit te delen, maar tja, het wil niet erg, want ze zijn me voor. Ja, en dan? Als ze een stempeltje hebben, wat dan? Ze krijgen hier bij de brug een stempeltje en een zaak snoep. Dan gaan ze naar de fotograaf voor de foto voor het fan van de 80 spandoek. Vervolgens gaan ze naar de kraam van de pannenkoekenbakker en dan krijgen ze, als ik me niet vergis, nog een sleutelhanger en nog wat snoep. Okay. En dan moeten ze weer vlug verder, want huptee, we hebben 5 minuten hier om 100 kinderen op de foto te zetten, dus dat moet vlug. Nou, ja, oké. Okay, nou. Ik ga even kijken of er al kinderen zijn die al moe zijn en blaren hebben hier. Heb je al een paar kilometer gelopen? Hoeveel al? Ik weet niet. Oh, 2. En hoeveel moet je nou dan? 8. 8 kilometer? Moet je 10 kilometer lopen? Ja. Zo. Dat is een grote meid. En we gaan maar gauw verder, anders dan haal ik het niet voor de avond. Dan even kijken. We staan hier namelijk op de Nonnekesbrug. Dat is de eerste rustpost. En loop je ook 10 kilometer? Ja. En ben je al moe of niet? Hebben jullie al een stempeltje gekregen? Beetje moe. Ga maar even gauw doorlopen. Dan krijg je pannenkoeken, geloof ik. En een stempeltje. Naast mij Evelien Overbeek van de PR van de 80 van de Langstraat. En die doet alles, die stelt alles in het werk om de Langstraat, 80 van de Langstraat, op de kaart te krijgen volgens mij. Ja, klopt. En hoe doe je het allemaal? Nou, hoe? Ja, heel veel publiciteit. Of wat? Ja, wat. Ja, heel veel publiciteit zoeken in de lokale media, persberichten, maar ook nieuwsbrieven naar lopers en oudlopers. Ja, heel veel op Facebook en Twitter en Instagram. En zo proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken om die 80 weer te gaan lopen. Ja, wat de mini 80 betreft, hoe bereik je die kinderen? Dat is een hele goede vraag. Dan kijk ik even naar Inge. Ik denk dat wij de mini 80 kids op dezelfde manier bereiken, of niet? Ja. En voornamelijk via Facebook. Via Facebook. Zit ik al die kinderen op Facebook? Ook ja. van 5, 6, 7 jaar? Ja, papa's en mama's ook al. Dus ja. Voornamelijk daar. Maar je bent eigenlijk PR van de Mini 80? Nee, precies lid Mini 80. Dus ik organiseer de Mini 80. Ja. Ingewikkeld. Ja, dat is heel ingewikkeld. Van iemand van de PR. Die kan alles vertellen over hoe de 80 aan de man gebracht wordt. Maar dat is toch met de Mini iets anders. Ja, de Mini is een hele organisatie op zichzelf. Met een hele leuke werkgroep met vrijwilligers die heel veel zelf doen. Dus dat gaat heel goed. Ja. En vanavond de 80 van de Langstraat, ja. De 36e geloof ik. De 36e alweer, ja. Ja. Hoeveel inschrijvingen heb je tot nu toe? Tot nu toe 2600 inschrijvingen. En met dit goede weer verwachten we er toch nog wel 100 bij. Dus als al die mensen ook gaan starten, dan zouden we toch wel 300 lopers meer hebben dan volgend jaar. Maar ja, er zijn natuurlijk ook altijd mensen die op het laatste moment ziek zijn of toch niet kunnen of niet willen of niet durven. Of geblesseerd. Dus ja, of er ook zoveel gaan starten is nog even te bezien. Maar in ieder geval een heleboel inschrijvingen. Ja, wat het weer betreft is de 80 al een succes dit jaar voor. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dit is echt, hier hoop je op natuurlijk. Droog, het zonnetje. En dan is het ook meteen gezellig. En daar zijn we heel blij mee. Ja, morgen niet al te warm, een graad of 24 had ik begrepen. Morgen is beter. Ja, dan is het ook een beetje bewolkt. Dus eigenlijk ideaal wandelweer. En zolang het ook vannacht maar droog blijft, dan komt het goed. En de komende 24 uur blijf je nog wakker? Ja, wij mogen niet naar huis of naar bed. Nee. Wij blijven gewoon de hele nacht naar alle posten gaan. Want we willen al onze vrijwilligers even zien en bedanken dat ze ons helpen. En de lopers aanmoedigen. We willen even bij alle feestjes die worden georganiseerd op de route willen we gaan kijken. Dus wij zijn de hele nacht wakker en we gaan morgen gewoon door. Nou, veel succes. Hartstikke bedankt. En ik hoop dat jullie ook nog tegenkomen ergens. En tot volgend jaar alvast. Of anders dadelijk. Misschien anders dadelijk. Okay. Zou leuk zijn. Dankjewel. Kijk eens, en welk cijfer is dit hier? 2. Wat staat erop? Een? Weet je al welk cijfer dat is? Welk cijfer is dit? 5. Ja, precies. Vijf. Van 5 kilometer. Van 5. Oh, en van 5 kilometer. En wil jij ook een eierkoek? Nee, dat wel. Maar wij zijn al wat. Nee. Nou, doe er wel een ring op. Oh, nou, maar mooi te zien. Waar wil jij dan even 2 nemen? Oh, ik zie al wat er nu. Zonnepil uit de auto. Wat ben je nou hier aan het maken? Zit er zand op? Nee hoor, nee. Nee, dat gaat wel.
Een eierkoek. Ja, maar dat lijkt me niet. En snoepjes erop? Een beetje slagroom erbij. Ga ik dadelijk opeten. Dat is wel nodig, denk ik, hè, als je een eindje gewandeld hebt al. Ik denk dat jij 5 kilometer loopt. Is hij lekker? En ben je al een beetje moe? Nee? Dan kun je ook een beetje praten. De Mini 80 die wordt georganiseerd en er is natuurlijk een hele groep mensen die dat bewerkstelligen. En Inge is de leidster ervan, of degene die de touwtjes in handen heeft. Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Wij organiseren met een werkgroep de Mini 80. Ja. En lukt dat? Volgens mij wel, zo te zien. Ja, we doen het eigenlijk al 5 jaar. En het is natuurlijk altijd 5 jaar succes, maar dit jaar is het wel super leuk, want we bestaan 5 jaar, dus we hebben er echt een feestje van gemaakt. Ja. Ja, overal hebben ze wat te doen, spelletjes en een speurtocht heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Voor de 10 kilometer hebben ze dit jaar een speciale speurtocht gemaakt. En voor de 5 kilometer die gaan gewoon alle posten rond, maar we willen een beetje meer de 10 kilometer promoten. Dus vandaar dat we een speurtocht hebben bedacht. Ja, ik zei ook wel dat normaal komen altijd hele grote groepen. En de 10 kilometer komen allemaal met mondjesmaat binnen. Dat is natuurlijk vanwege die speurtocht. Ja, dat klopt. Ik denk dat ze er wel langer over gaan doen, ja. Om even te zoeken wat ze allemaal moeten hebben, ja. Oké. Nou, het is gezellig druk hier. Het weer, dat heb ik al meer gezegd, speelt een hele goede rol hier in. En veel succes verder. Dankjewel, jullie ook. Jullie willen een eierkoek verseren? Ja. Alsjeblieft. Mag je daar een slagroom pakken of boter? Wat je lekker vindt. Jullie ook eierkoek? Alsjeblieft. Dan straks jullie mama laten. Eierkoek? Kom maar een beetje in het midden staan. Hier is niemand. Ja. Dankjewel. Zo, alsjeblieft. Ja, lekker. Hier is de slagroom. Je moet je wel op helemaal op z'n kop houden. Ik heb nog geen eierkoek gehad. Wil jij een eierkoek? Ja? Zullen we eens kijken of er nog eentje voor jou is? Hallo, mag ik even bij? Alsjeblieft. Een eierkoek gaan we zien. Alsjeblieft. Kom maar, loop maar door. Dit is pas 2. Ja, we hebben pas 1 hebben we net al gehad. Wij zijn pas 2 en er is gestempeld. Ik heb het eigenlijk. Heb jij die gedaan? Bij die brug net even gestempeld. Oh, dat hebben ze verkeerd gezet, want wij zijn pas 2. Ja. We hebben ze pas 1 vergeten. Ja. Ik heb er één of één voor die. Alsjeblieft. Dag. 1, 2, 3. Dan doen we er eens bij. Oh, deze heeft hij. Zijn vrouwen. Ja. At the mall, popping X is making dope. Eeny, meeny, miny, ho. Come in here and close the door. On the bed or on the floor, I'm about to let it go. I just take him to the Marriott. Yeah. From the strip club to the Marriott. From the liquor bar to the Marriott. From the dance floor to the Marriott. At the party going down to the Marriott. Going up, going up, drink going up. I got money in the bank. So now we going hard. Pouring in the bank. Rolling up. Je gaat uit, maar kan het niet betalen. Ah, je drinkt, maar blijft naar me staan. Je loopt wel te lang met die haar. Je is goedkoop, nu zit in een dame. Oh,
met de Mini 80 mee? Ja. Hoeveel heb je al gelopen? Nou, ik loop 15 kilometer. 15? Of 500. Bedoel. 500? Je dacht dat het 5 kilometer en 10 kilometer was? Nee, 500. 500? Ja. En ben je al een beetje moe of niet? Nee, ik ben nog niet moe. En dadelijk kan je hier nog allemaal spelen. En dan word je misschien wel moe of niet? Nee, dan word ik niet moe. En jij? Ik ben Daniek. Ja, en loop je ook? Dat was mijn leven, ik loop 5 kilometer. 5 kilometer? Ja. En nog niet moe ook niet? Nee, niet zo van nee. En als je groot bent, ga je dan de gewone 80 kilometer lopen? Nee, denk ik niet, nee. Nee, waarom niet? Nee, ik ben hier van de blaren. Ik vind dat niet fijn. Nee, maar als je veel oefent, dan krijg je geen blaren meer. Ik hou eigenlijk niet om heel veel kilometers te lopen, daar hou ik niet van. Oh, maar dit wel, de Mini 80? Ja, dat valt mee, ja. Maar een klein eindje. Ja. En hier krijg je allerlei dingen te drinken en zo en lekker spelen. Dat klopt, ja. We hebben ook over pauze tussen de eerste knop en dan weer pauze en dan zo steeds verder. Okay. Ja, dadelijk hierna nog één pauze, denk ik, hè. En dan is het op naar de grote finish op de markt. En de finish, dat vind ik het leukste stuk om te lopen. Veel succes nog. Dankjewel. Doei. Ja, hier nog een paar wandelaars en wandelaartjes. Ja. Jij loopt ook 5 kilometer? Ja. Mijn nicht. Ja, ik loop ook de 5 kilometer. Jij ook 5 kilometer? Ja. Ja. En dan nu je lekker een beetje uitwaaien? Ja, even wat drinken en eten. En heb je vorig jaar ook meegelopen? Nee, dit is mijn eerste jaar. En ik heb net ook al iemand anders gevraagd. Ga je als je groot bent de gewone 80 kilometer meelopen? Weet ik nog niet. Moet je over nadenken? Ja. In ieder geval veel succes dadelijk nog. En naast dat er een hoop kinderen meelopen met de Mini 80, zijn er ook ouders die meelopen. En waarom eigenlijk? Aanmoediging. Kinderen aanmoedigen. Ik moet zeggen dat ik er van het begin af aan al bij ben. Sinds de eerste Mini 80 loop ik nou mee. Kinderen moet je soms aanmoedigen, maar dat gaat helemaal leuk. Maar het is niet zo dat hij zelf meeloopt om mee te lopen? Nou, ik kan nu wel mooi op mijn werk zeggen dat ik ook de 80 loop. Alleen dan in een mooi tempo. Maar de gewone 80, daar bent u niet aan? Nee, dat vind ik zonde van mijn tijd. Oh, het schijnt heel gezellig te zijn. En het is 's nachts, dus normaal lig je toch op bed te slapen. Of iets anders te doen misschien. Maar... doe ik toch liever. Ja? Ja. Dus ja, de gewone 80 is niet aan u besteed. Nee, de Mini 80, volgend jaar weer. En dan is het leuk zo. 5 of 10 kilometer? De kinderen lopen nu 5 en dat is een mooi tempo. Maar 1 keer, dan worden het toch 10, denk ik. Zolang we nog een hoop kleine kinderen erbij hebben, dan zullen we voorlopig nog 5 lopen. Ja, ik beveel ook trouwens de vierdaagse, de avondvierdaagse aan. Misschien ook iets om... over na te denken. Over te denken en daar doen ook kinderen mee. Kunt u die ook antisocialiseren voor het wandelen? Ik ga erover nadenken, maar helemaal top. Oké, succes verder. Fijne dag. En je loopt de Mini 80 mee, zie ik er wel. Ja. Met een hele clubje van de hoe staat er nou? Hotchitonia kolonie. En dat is van de AZG. In Waalwijk, ja. En die lopen met 2, 4, 6, 8, hele hoop kinderen mee. 13, mooi getal. De 5 kilometer neem ik aan. Ja. En jij bent jarig geweest? Ja. Nou, en dan gaan we nu allemaal langs als ze leven voor zingen, heb ik begrepen, van de Akelas zijn het, geloof ik, hè? Ja, bijna. Nou, ik tel af. 3, 2, 1. Langs als ze leven. Hallo. Goeie. Ik heb mijn iPad.
Ik zit hier op bij de derde rustpost van de Mini 80. En ik ben er maar even bij gaan zitten, want het is... We beginnen opnieuw, Jan. Ja. Nou, ik zit hier bij de derde rust van de Mini 80. En ik ben er maar even bij gaan zitten, want het is toch wel vermoeiend, al die posten langs gaan. En ik zit hier bij een mevrouw en een meneer. Meneer en mevrouw van Tillaert. En die mevrouw die heeft 3 bossen bloemen. Waar zijn... Voor mijn 2 kleinkinderen en voor mijn dochter. Oh, je dochter loopt ook mee? Ja, die loopt ook mee. Zelf nooit intentie gehad om de Mini 80 mee te lopen? Nee, de Mini niet, maar ik heb wel 5 keer de 80, de grote 80 gelopen. En hoe is dat bevallen? Prima. Als ik niet ziek was geworden, had ik nog gelopen. Okay. Ja. En had u daar trouwens veel voor getraind? Of? Jawel. Toch wel, 40 kilometer trainde ik altijd. Als ik daar kon, dan wist ik dat ik het aan kon. En liep u dan alleen? Of met? Nee, met de buurvrouw. Hennie. Nee? Nee, ik loop niet, nee. Ook niet met de buurvrouw? Nee. Nee, vanwege gezondheidsklachten. Oké, ja. Nee, dat, maar ja, het is hier mooi, hè? Het zit hier lekker. Echt wel lekker in het zonnetje, hè? En nou wachten. Ja, en de echte 80, of de echte 80, de grote 80, die is hetzelfde stuk. Die komt ook van die kant af morgen. Kijken we in Drunen, hè? Ja. Wij wonen in Drunen. Ja, okay, maar kinderen niet, maar... Maar ik bedoel, die komen morgen ook langs als het 1 recht eind. En dan hebben ze het ook gehad. Ik heb daar het stukje aan gelopen. Ik zeg, ik heb hetzelfde gevoel toen ik binnenkwam. Ja, ik ken dat gevoel. Ja, dan komt het helemaal omhoog, ja. Lekker, hè? Nou, enige idee wanneer ze komen, de kleinkinderen? Nee, ze zaten hier bij de school, hè? Ja, bij de school. Over een half uur, binnen een half uur zijn ze hier, denk ik. Oké. Okay. Nou, geniet er nog even van. Doen we. En wij gaan daar even door. Oké, hey, dankjewel. Finish staan we hier, ja. En deze mensen staan te wachten op. Zeg je? Op wie staat u te wachten? Op onze kleinkinderen, Sam en Tess. En hoeveel kilometer lopen die? 5 kilometer. 5 kilometer. Ja. Zelf al een keer meegelopen met nee, de een of andere. Dat zou wel willen, maar dat lukt me niet meer. Dat lukt. De 5 kilometer ook niet? Ja, dat zou wel lukken. Dat zou wel lukken. Volgend jaar misschien? Met de kleinkinderen, ja. Nou, volgens mij komen ze eraan. Ik weet niet wie het zijn. Wie? Daar is Sam, die erachter loopt. Met die petjes op. Nee, hier de oranje. Oh. Oh, daar komt de volgende hier aan. Wat vind je ervan dat oma jou binnenkomt halen? Goed. Ja, lekker mooie bloemetjes. Goed, man. En dadelijk lekker naar huis en plat op de bank. Ja. Nou, een heel klein eindje daar, dat gemeentehuis. Ja. Succes. Tot straks. Ja? Zo, en van wie heb je die mooie bloem gehad? Van tante Natasja. Zo. Dan loop ik morgen op mee, misschien krijg ik dan ook wat bloemen. Maar het waren er maar 3. Oké. Voor mijn neefje en voor mijn nichtje Joël. Oké, tot volgend jaar? Ja. Oké.
een medaille maar eens zien. Een medaille, laat het maar eens zien. Een echte medaille. Een echte medaille. Hartstikke goed, tot volgend jaar. Ja, ja, echt wel. Oké. Okay. We zijn klaar met de Mini 80. Ja. En hoe is het gegaan? Goed. Ja? Nou, nog een klein eindje en dan krijg je een medaille. Ja. Ja? Succes. Ja, en dit was dan de 5e Mini 80 van de Langstraat. Tot volgend jaar.